Vandaag heb ik hier onze eerste fantastische madame op onze stoel zitten, Margot Witters. Margot is bioloog van opleiding en doet nu een doctoraat aan de Universiteit in Hasselt rond microplastics. Uiteraard een heel belangrijk thema voor ons, voor zelf, omdat microplastics natuurlijk een hot topic zijn in skincare en cosmetica. En wij hebben in zelf producten geen microplastics, maar ik vond het vooral eens heel belangrijk om iemand uit te nodigen die er echt iets van kent en ons iets kan vertellen over wat is dat nu eigenlijk en waarom is dat zo'n belangrijk fenomeen en waarom is dat een hot topic. Dus Margot, super tof dat je er vandaag kan zijn en dat je tijd wilt maken voor ons. Ik had begrepen dat er een verschil is tussen micro- en nanoplastiek. Misschien is dat wel goed om wel eens mee te starten. Ja, er is zeker een verschil. Dus eigenlijk zijn het alle twee plastics en het verschil zit hem vooral in de grootte. Dus er zijn verschillende definities eigenlijk die gebruikt worden om microplastiek en nanoplastiek te definiëren. Maar een van de meest gebruikelijke is dat microplastics eigenlijk plastic deeltjes zijn die kleiner zijn dan 5 mm tot 100 nanometer. En de nanoplastics, dat zijn dan plastics die kleiner zijn dan 100 nanometer. Nu, dat is misschien moeilijk om je voor te stellen, maar ik zou een vergelijking kunnen maken bijvoorbeeld met de dikte van het menselijk haar. Dus een menselijk haar is gemiddeld gezien 60 tot 70 micrometer dik. Okay. Dus dat is een beetje kleiner dan 0,1 millimeter. Mm-hmm. En als je daar dan nog eens 1/100ste van neemt, dan zit je eigenlijk aan 60 nanometer. Dus dan zit je in de nanometer range. Dus dat zijn eigenlijk partikels die ongeveer 1/100ste tot 1/60ste de diameter van ons haar daar maar zo'n klein deel van. Dat is echt wel ontzettend klein. Ja, dat is ontzettend klein. Maar beide zijn wel terug te vinden in cosmetica producten. Over de nanoplastics weten we veel minder over het voorkomen, zowel in gebruiksvoorwerpen zoals cosmetica producten of verzorgingsproducten, maar ook in het milieu. Microplastics zijn eigenlijk wat meer bestudeerd. Okay. Maar ook daar zijn nog veel vragen over, zeker de kleinere microplastics, die worden minder bestudeerd of minder makkelijk bestudeerd, omdat de technieken nog niet zo goed op punt staan om die kleine fractie goed te bestuderen. Want dat is ontzettend klein natuurlijk. Ja, dat is ontzettend klein. Dus meestal wordt de focus gelegd op plastics die wat groter zijn. Ook als er bijvoorbeeld studies zijn die onderzoek doen naar de plastic deeltjes die worden aangetroffen in mossels of vissen. Mm-hmm. Ja. En ik heb begrepen dat er ook primaire en secundaire microplastics zijn. Ja, en wat is daar? Dat is dan die grootte of is dat nog iets anders? Nee, dat is iets anders. Dus micro en nano is op basis van grootte en primair en secundair, dat gaat eigenlijk over de afkomst van het partikel. Dus enerzijds de primaire plastics, of primaire microplastics of nanoplastics, dat zijn deeltjes die worden geproduceerd of die in de natuur komen als vervuiling in de micro- of nanogrootte. Daarnaast zijn er ook de secundaire microplastics of nanoplastics. En dat zijn plastics die eigenlijk door afbraak verkleinen tot microplastics of nanoplastics. Okay. Dus bijvoorbeeld een petfles die in het milieu belandt als afval, als vervuiling, kan afbreken onder invloed van factoren zoals omgevingsfactoren, zoals UV van de zon, weer en wind, wrijving, maar ook biologische factoren zoals bacteriële afbraak die plaats kan vinden. Dus het is een manier van ontstaan van afbraak dat eigenlijk bepaalt of het het een of het ander is, begrijp ik dan? Of... Ja, inderdaad. Ja. Bijvoorbeeld plastics, microplastics die afkomstig zijn van verwering van banden, van het rijden met de auto. Dus slijtage eigenlijk wordt als een microplastic bekeken, omdat de band zelf is nog in gebruik. Het is geen afval, maar het komt wel als afval. Die plastic deeltjes komen dan wel als afval in het milieu. Of bijvoorbeeld inderdaad de beads die in scrubs worden gebruikt soms. Dat zijn ook microplastics die worden gemaakt om in die scrubs te doen. Mm-hmm. Dus ook nog een nut hebben en dan mee in het afvalwater als vervuiling eigenlijk in onze waterwegen komen. Nou, dat is wel interessant inderdaad. Dat heeft een andere definitie van herkomst dan. Ja, inderdaad. Het is vooral de afkomst. Ja. En in welke sectoren vinden we dan zo microplastics vooral terug? Want er wordt gezegd cosmetica, dat komt heel vaak aan bod. Maar ik veronderstel dat dat wel veel meer dan enkel in cosmetica dan voorkomt. Ja, inderdaad. Ook in de industrie wordt heel veel microplastic gebruikt. Ook plastic pellets zijn soms kleiner dan die 5 micrometer, die als een van de meest gebruikelijke definities wordt gehanteerd. Dus ook de industriële plastic pellets, waar dan andere objecten mee worden gemaakt, zijn microplastics en kunnen in ons milieu terechtkomen. Okay. En is er een bepaalde sector waarom je zegt van daar is dat echt wel
ja, de grootste verbruiker of bezorger, of hoe moet ik het noemen, van microplastics? Of is dat nog niet echt heel, is dat gewoon heel verspreid? Daar zou ik geen antwoord op. Nee, daar moet ik het antwoord op stellen. Nee, dat is goed, maar. Omdat uiteindelijk cosmetica is denk ik maar een klein deel ervan. Ja. Maar hoe komt het eigenlijk dat het wel in onze producten verwerkt zit? Wat maakt dat er toch zoveel gebruik van werd gemaakt of wordt gemaakt van die microplastics in verzorgingsproducten? Er zijn wel studies die daar onderzoek naar doen. En een van de mogelijke functies is inderdaad het verbeteren van de uitsmeerbaarheid van de producten. Of toch een bepaalde werking van de producten. Maar eigenlijk, en dan spreek ik ook als consument of klant zelf, vind ik dat daar heel veel onduidelijkheid rond is. Ik weet zelf ook vaak niet wat er in de producten aanwezig is en zeker niet waarom. Dat wordt ook, daar is heel weinig transparantie ook van producenten naar de klant toe over waarom of het erin zit aan de ene kant en waarom het erin zit aan de andere kant. En dat is iets waarvan ik vind dat toch nog wel werk aan is. Dat als ze het gebruiken, dat ze ook wel de klant informeren en het niet zomaar toevoegen zonder dat we er eigenlijk weet van hebben. Ja, want op zich is het geen ingrediënt, hè? Dus het staat niet tussen de inkylijst of... Het is soms wel aangegeven. Ik heb bijvoorbeeld al zelf ooit dus een scrub in de badkamer teruggevonden waar ik dan effectief op had zien staan, ook toen ik de ingrediëntenlijst beter bekeek, polyethyleen. Dus dat is een soort plastic en dat was dus een scrub. En toen dacht ik, dat is dus een scrub met plastics, dus die heb ik rechtstreeks in de vuilnisbak gegooid. Maar voor de gewone consument zijn die namen vaak heel onduidelijk. Of weten ook niet, dat is soms letterlijk Chinees. Hè. Ja, dat is echt, je moet al weten waar naar te zoeken. Dat gaat ook voor andere soorten nanopartikels of partikels. En zijn er zo woorden waarvan je zegt, als je die ziet staan, wees gewaarschuwd of let op? Of is dat het alleen staat zo? Soms ook onder andere namen, denk ik. Ik heb daar zelf niet zoveel expertise over, maar ik weet wel dat er een app is, Beat the Microbeat. En daar kan je de ingrediëntenlijst mee scannen en dan geeft die aan of er al dan niet plastics of geen plastics in zitten. Ja. Dus het zijn woorden zoals polyethyleen, polypropyleen, zijn typische polymeernamen van bepaalde soorten of types plastic. Maar ik zou vooral verwijzen naar die app. Ja, we hebben ook zo de Zero Plastic Insight. Dat is ook een website waar dat, eigenlijk de merken denk ik op staan die eigenlijk het Zero Plastic label hebben verdiend. Of waarvan geweten is van, die hebben effectief geen deeltjes in. Wij gebruiken ook bijvoorbeeld rijst of zo in plaats van onze scrub of het zeezout of zo. Dus ik weet dat die website er is en dus die app is er dan ook op te scannen. Want dat is natuurlijk wel belangrijk, hè? Want het wordt heel snel wel gezegd, maar stiekem, als het er toch in zit, en vaak hebben we er ook gewoon geen weet van. Hè? We zijn op dat gebied gewoon, je moet al bioloog zijn om ook te weten wat zit er eigenlijk in de producten in natuurlijk. Ja, en zelfs dan zou ik nog zeggen dat het denk ik soms ook niet gedocumenteerd is. Of dat er echt niet over gecommuniceerd wordt. De regelgeving daar rond is ook, denk ik, redelijk vaag. Dus de fabrikant heeft soms vrij spel daarin en heeft volgens mij ook niet altijd de plicht om dat te vermelden. Dus dat is wel iets waar echt nog wel verbeterd op kan worden. En wat is zo het effect eigenlijk op de natuur? Want daar wordt heel veel gezegd van, dat zit in de zee en vissen en of dat dan zo wel eens in het nieuws passeren. Maar wat zijn zo effectief zo de effecten op natuur, zowel dichtbij misschien als wat verder weg? Dat gaat heel breed en daar is ook nog heel veel onderzoek gaande, maar ik kan wel al vertellen wat ik wel al weet. Bijvoorbeeld, er wordt vooral onderzoek gedaan op het aquatisch milieu, omdat vooral op die manier het eigenlijk in de media is gekomen rond plastic soep. Eigenlijk dus vooral de focus heeft tot nu toe gelegen daarop. En men vindt bij vissen en kleinere aquatische organismen dat er toch wel effecten kunnen zijn op de groei van de organismen, op de voortplanting van de organismen, ook soms op of de dieren nog voldoende kunnen eten of niet. Want soms vergissen ze zich en nemen ze microplastics op als voedseldeeltje. Kan verstoppingen veroorzaken in de darmen of daardoor gaan ze niet voldoende andere voedingsstoffen op, voedselproducten eten. Ja. Dus op die manier kan het schade berokkenen aan die dieren. En je zegt van, er is vooral die focus op dat deel.
komt dan in het water terecht, hè, vooral, hoe je dan zeggen. Is dat dan zo vooral door, want het zit in heel veel, hè, het zit in shampoos, het zit in crèmes en scrubs, alleen ontzettend veel verzorgingsproducten zit het in. Is het dan eerder van bijvoorbeeld, we hebben onze haren gewassen en het spoelt weg, of is het eerder, het komt in onze huid en het, ja, het gaat naar onze stoelgang of onze urine op die manier in het water, of is het beide, of is daar ook nog weinig over geweten, hoe dat dan precies wordt doorgegeven, of ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ja, ik ga even een rechtszetting doen, want het is niet alleen dat er dat de plastics vooral in het water voorkomen, ook in de lucht. Ja. Bijvoorbeeld textielvezels die afbreken, dus eigenlijk onder het stof hoort ook plastics. Ja, ja. Of zoals ik al zei, de slijtage van banden, dus rubberen banden, dat zorgt eigenlijk ook voor het vrijkomen van microplastic in de lucht. Ja, en dat wordt dan mee, dat wordt dan eigenlijk cyclus, mee ja, in de cyclus, dat kan ook in het water terechtkomen uiteindelijk, maar ook evenzeer ingeademd worden. Dus de mens wordt vooral blootgesteld via voedsel en drank. Ook via de ademhaling, dus via de lucht, en daarnaast ook inderdaad via de huid. Nu, het is nog veel te vroeg om echt een uitspraak te doen van is het schadelijk of niet. Daar zou ik denk ik vooral willen verwijzen naar de grootte van de deeltjes. Afhankelijk van de grootte van de deeltjes kunnen we al dan niet andere effecten verwachten. Want als ik dan spreek over nanodeeltjes en kleine microplastics, als we die binnenkrijgen via voedsel of via een lipstick waar microplastics in zitten en we likken dat dan af, dat zijn dus de kleine deeltjes die kleiner zijn dan onze lichaamcellen, die kunnen eventueel in onze lichaamcellen terechtkomen en daar andere schade geven dan de grotere plastics. Waar we van verwachten dat die plastics eerder irritatie zullen geven aan de darm of toch ergens een schade toebrengen aan de weefsels, maar niet zozeer in de cellen terecht zullen komen. En dat is ook waardoor dat er plastics werden aangetroffen in menselijke stoelgang. Die plastics worden dan waarschijnlijk ook gewoon weer uitgescheiden. Tenzij ze dan effectief in de cellen belanden, dan zitten ze vast en dan weten we dan niet wat er mee gebeurt. Dus als ik jou zo wat over vertel, hoor ik jou eigenlijk zeggen van eigenlijk overal zijn ze. Zowel in de lucht als in de goederen die we consumeren, als producten die we smeren. Dus eigenlijk langs alle wegen krijgen we ze binnen en zweven ze bijna letterlijk rondom ons. Kunnen ze heel klein zijn die dan echt in onze cellen kunnen gaan waar we niet goed van weten van ja, wat doet dat dan? Of groter kunnen bepaalde beschadigingen geven waar we ook nog niet eigenlijk heel veel van weten van wat is eigenlijk het effect? Is dat verwaarloosbaar of is dat toch wel misschien lange termijn iets dat toch wel effect op ons heeft? Maar begrijp dat dat ook nog echt wel in kinderschoenen staat. Ja, inderdaad. Dat is echt het geval. Het is ook die opname, we moeten dan nog in kaart brengen hoeveel dat er dan effectief wordt opgenomen van die kleinere fractie. Dat is iets waar ik zelf ook deels onderzoek naar doe. En dat is heel belangrijk om dat eerst in kaart te brengen, om dan een goede inschatting te kunnen maken van de effecten. Ja. Maar we moeten ons er wel bewust van zijn dat de waarschijnlijkheid er is dat het gebeurt. En we kunnen beter voorzichtig zijn, want we weten nog niet wat voor effecten het heeft, zeker op langere termijn. Plastic vervuiling is iets wat nu meer en meer onder de aandacht komt en onderzocht wordt. De plastic productie is ook nog maar sinds halverwege vorige eeuw echt geboomd. En het accumuleert natuurlijk ook. En we weten nog niet die schade. Is daar wel iets rond van, goh, is het eerder van, zolang we het niet weten, blijven we het een beetje dulden en gebruiken? Of merkt het ook wel zo wat meer van, goh, misschien moeten we dat toch wel maximaal terugschroeven, zolang we het niet weten, snap je? Welke beweging hoor je dan? Of wordt daar zover nog niet over nagedacht op beleidsniveau? Ik zelf ben daar natuurlijk niet echt bij betrokken bij die beleidvoering. Maar als persoon kan ik wel zeggen dat ik denk, en ook uit literatuur heb gelezen dan als onderzoeker, dat ze echt nog wel meer informatie willen om een betere risicoanalyse te kunnen doen of beter risico's te kunnen inschatten en om zo'n beleid op te bouwen. Voorlopig is er nog een beetje een afwachtende houding en is er nog onvoldoende bewijs dat het schadelijk is, wat dat is iets wat ze meestal doen, om echt maatregelen te treffen. Want het heeft natuurlijk op heel veel effect waarschijnlijk. Als je gaat zeggen, ze moeten maximaal worden verwijderd, of we moeten zien dat we dat minimaal gebruiken, ik zal het zo zeggen. Ja, als ik u hoor spreken, dat gaat op heel veel dingen wel effect hebben dan. Ja, en niet alleen de menselijke gezondheid, we mogen zeker ook het effect op de organismen niet vergeten. Het milieueffect van de plastics is ook heel groot, want uiteindelijk
gaat dat ook onrechtstreeks effect op ons hebben als het milieu ontregeld wordt, de dieren, de voedsel hebben. Ja. Het heeft verrijkende effecten, zou ik denken. En ik hoor jou zo al zeggen, indirect zien we wel wat bij dieren, bij vissen. We kregen ook een vraag van een klant van ja, heeft het ook effect op vruchtbaarheid, op die zaken? Ik vond dat er ook heel weinig over geweten is al, of zijn er toch al zaken dat je zegt, ja, dat zien we dan bij vissen of andere dieren of organismen? Of? Over de menselijke vruchtbaarheid, over de effecten op de menselijke vruchtbaarheid is zo goed als niks geweten. Er was recent dan een studie die had aangetoond dat er microplastics zijn teruggevonden in placentaal weefsel, dus in de placenta. Maar of dat dan effectief effecten gaat hebben op de ontwikkeling van een foetus bijvoorbeeld, daar is het nog veel te vroeg voor, want daar is amper onderzoek rond gebeurd. En als er onderzoek rond gebeurt, dan gaat dat echt nog in de komende jaren zijn dat die informatie binnencijpelt. Nu bij vissen bijvoorbeeld, of bij andere aquatische organismen, zien ze wel effecten op vruchtbaarheid. Maar hoe dat zich in de mens gaat vertalen, daar kunnen we echt nog niks over zeggen. En als je, want je bent daar zelf, je doet daar echt je onderzoek naar, je zit daar dagelijks in. Ik denk, in de literatuur zul je al wel wat lezen van wat effecten zijn, ook op natuur en op grotere schaal. Is dat iets waar je ook echt zegt, van, ik ben daar zelf heel bewust mee bezig dan, met kleding of met dingen die ik eet of drink of smeer? Of hoe heeft dat effect op jou als onderzoeker? Hoe mijn onderzoek elk effect heeft op mij als mens, maar ook algemeen was ik daar al mee bezig. Dat is de reden waarom ik eigenlijk voor deze job heb gekozen voor dit onderzoek. Is omdat ik daar heel veel belang aan hecht. Niet alleen aan de plasticvervuiling, ook aan vervuiling to court. Ik probeer ook zo weinig mogelijk de auto te nemen, meer het openbaar vervoer. En rond de plastics probeer ik zoveel mogelijk niet-synthetische kleding te dragen. Want synthetische kleding zoals polyester of nylon kousenbroeken, dat is eigenlijk plastiek. Ja. En dat probeer ik dan te vermijden en zoveel mogelijk katoen of andere natuurlijke materialen te dragen. Op die manier hoop ik dan toch bij te dragen aan een iets beter milieu. Maar ook naar afvalvrij leven. Ik probeer ook het aankoop van plastic in de winkels te beperken. Op die manier, dan gaat het meer over secundaire microplastiek die eventueel zou kunnen ontstaan door mijn consumptie. Op die manier. Ja. Dus het is wel iets waar ik echt ook dagelijks mee bezig ben, omdat ik er zoveel belang aan hecht. En als we dan gaan kijken van het smeren van cosmetica, is dat ook iets dat je dan vanuit je onderzoek wel zegt van goh, kijk, inderdaad, mensen let daar wel op wat je smeert en wat je doet. Dat is toch wel een belangrijk. Of zijn er ook zaken die je zegt van dat eet of drinkt het beter niet? Want dat is ook ondertussen wel, je weet zo, mensen die nu kijken of gewoon thuis denken van ik moet hier precies nog eens over nadenken. Heb je daar tips voor? Of zeg je van, dat is toch wel belangrijk als je dan iets doet, doet dan misschien dat, eet dat niet of smeert dat niet? Of, Ik denk, dat is een moeilijke vraag. Ik ga daar heel even over nadenken. Het is zeker belangrijk, zeker naar personal care producten, om zoveel mogelijk naar alternatieven te grijpen. Alternatieven voor plastics als additief. Maar het is natuurlijk heel moeilijk voor de klanten om de producten eruit te kiezen die dan geen plastics bevatten. Nu daar verwijs ik ze voor naar de website of eventueel met de Microbeat app om daarmee aan de slag te gaan. Maar er zijn voldoende alternatieven denk ik, zoals zeezout in scrubs of aprikozenpit heb ik ook al ooit eens ergens teruggevonden. Dus op die manier kunnen ze wel bewuster aankopen doen. Over voedselproducten ga ik me niet uitlaten. Er zijn veel voedselproducten waar dat wel in wordt aangetroffen, maar dat hangt ook van merk tot merk af. Ja. Bijvoorbeeld bier, maar bier is heel breed. Honing is heel breed. En zout, maar dat is redelijk logisch, aangezien zout uit de zee wordt gewonnen en in de zee wel microplastics aanwezig zijn en waarschijnlijk ook nanoplastics. Dus het is heel moeilijk om daar echt... Het zit eigenlijk echt wel zo helemaal geïnfiltreerd bijna in ons leven, hè? In wat we gebruiken, wat we doen. Alleen meer dan dat ik daar zelf bewust van was, ook, als ik jou zo vertel. Ja, inderdaad. Nu, ik weet niet over welke producten het exact gaat, maar ik kan begrijpen dat het eigenlijk ook wel in de producten zit die hier in de winkels zouden liggen. Want bijvoorbeeld in het geval van honing
Zoals ik al had verteld, is er veel ook in de lucht veel vervuiling van microplastic. Ja. En de bijtjes die vliegen, dat komt op hun, op hun lijfje terecht. Ze gaan terug naar de woningraten en dan komt het in de woning terecht. Dus op die manier is eigenlijk overal wel micro- en nanoplastic aanwezig. De microfractie is groter, daar weten we iets meer van. De nanofractie, daar weten we nog heel weinig over. Dat is iets waar ik echt naar uitkijk, om daar toch meer inzicht in te verwerven. Want hoe kleiner, hoe gevaarlijker verwachten we. Hoe meer het in de cellen kan brengen. Super interessant. Dankjewel Margot voor jouw boeiende, duidelijke uitleg. En ja, ik denk voor iedereen die toch iets meer wil weten over het thema, er zijn websites en de app is er sowieso in onze zelfproducten, ook in de shampoo en conditioner die we op de markt brengen, gaat dat absoluut niet aanwezig zijn. Dat is iets waar wij garant voor staan. Maar er zijn ongetwijfeld nog andere merken die dat ook niet hebben. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we inderdaad allemaal wat meer bewust zijn en ja, eigenlijk gewoon leren, ook etiketjes lezen en hopen dat er ook wat meer regelgeving gaat rondkomen natuurlijk. Heel erg bedankt. En als jullie nog vragen hebben, dan horen wij ze graag.